Wij bevinden ons in het presidentieel paleis waar de heer Abbas Bens door de president van de Republiek Suriname, Desiree Delano Bouterse, is beëdigd tot buitengewoon gevolmachtigd ambassadeur van Suriname in Indonesië. Voor u hebben wij het volgende verslag in elkaar gezet. Een bijzondere taak om zorg te dragen voor verdere versteviging en uitdieping van de relaties tussen beide landen, waarbij op basis van wederzijds voordeel de ontwikkeling van onze landen en volken wordt bevorderd. Tevens en mede invulling te geven aan de gemaakte afspraken, met name op de gebieden van politieke, technische en economische samenwerking zoals vastgelegd tijdens de laatst gehouden vijfde gemengde commissievergadering in september 2018 in Paramaribo. Ook zal verdere sectorale diepgang moeten worden gegeven aan de bevordering van de samenwerking op de gebieden van handel, landbouw, veeteelt, visserij, toerisme, infrastructuur, transport en, niet te vergeten, bankwezen. U zult dus, naast het behartigen van de belangen van de Republiek Suriname en haar burgers in het buitenland, ook activiteiten coördineren om buitenlandse investeringen te stimuleren die kunnen bijdragen aan het realiseren van de nationale ontwikkelingsdoelen als mede het bevorderen van de bijdrage van de Surinamers in de diaspora aan de nationale ontwikkeling en het bevorderen van de toerismestroom vanuit uw land van accreditatie naar Suriname toe. U zult tevens diepgaande analyses moeten maken van politieke en economische ontwikkeling in uw gebied, uw territorium, om tijdig signalering te geven van datgene waarop door de regering adequaat kan worden ingespeeld. Vele Surinamers, en het is een taak voor ons weggelegd, vele Surinamers weten niet wat in de wereld gebeurt. We zijn vaak te veel gefocust op de oude relatie, en natuurlijk, die zijn historisch, die moeten er zijn. Maar we moeten kijken wat de wereld biedt. En we moeten kijken wat belangrijk is voor ons volk, nu en in de naaste toekomst, met de mogelijkheden die de wereld biedt, en het bijzondere land waar u bent geaccrediteerd, en natuurlijk, en de mogelijkheden die Suriname zelf heeft voor de ontwikkeling, voor onze kinderen en kindskinderen. Tot slot, meneer ambassadeur, mag ik u succes toewensen in de uitoefening van deze nobele functie. En ik spreek de hoop uit dat u op waardige wijze Suriname zal vertegenwoordigen. Ik maak gebruik van de gelegenheid om namens de regering en namens het Surinaams volk ook uw familie te betrekken in deze hele nobele taak. Laat de Almachtige uw leidsman zijn bij het behartigen van deze functie, welke gekoppeld is aan de belangen van onze kinderen en kindskinderen. Ik dank u. Dank u wel.
betekent het voor u om beëdigd te worden tot ambassadeur voor Indonesië? Een hele eer. Ik denk dat het op dit niveau een hele eer is om Suriname te vertegenwoordigen. Is het uw eerste keer als ambassadeur? Het is mijn eerste keer als ambassadeur. En hoe zult u zich inzetten voor Suriname? Ik denk dat ik me volle 100% ga geven. Dat heb ik ook meegegeven aan de minister van Buitenlandse Zaken, de minister Yıldız Polat Begele. En wat eruit moet komen, dat zal de toekomst uitwijzen. En waarvoor zult u zich sterk maken in Indonesië voor Suriname? Er zijn drie gebieden waar we ons heel sterk moeten maken en dat is politiek, technisch en economisch. En hoe zult u dat doen? Samen met de anderen daar, bij de ambassade, met de heer Panka, zullen we ons volle 100% inzetten om dat resultaat te bereiken voor Suriname. En welke zijn de gebieden waar Suriname een sterkere band nodig heeft met Indonesië? Op cultureel gebied zeker. Op onderwijsgebied ook. Er is een universiteit die interesse heeft om een richting hier op te zetten op de universiteit, een ICT-richting. De berichten die wij al van de universiteit hebben gehad zijn 100%. Dus als ik naar daar ga, dan ga ik het even verder afwerken met de betreffende docenten van de universiteit. Dus u bent er helemaal klaar voor om goede dingen voor Suriname te realiseren in Indonesië? Dat ben ik verplicht aan het Surinaamse volk. Er is daarnet beëdigd door de president tot buitengewoon ambassadeur van Indonesië. Hoe voelt het aan dat je vader is beëdigd als ambassadeur? Leuk, hij heeft het verdiend. Hij is vanaf toen, in begin oktober zo, was hij al bezig voor te bereiden. Hij kwam soms laat thuis. Ja, minder tijd voor mij, maar hij werkt heel erg hard en ik vind dat hij het heeft verdiend. Ja. Ja. En ben je er klaar voor, nu hij ambassadeur is? Ja, sowieso. Vanaf begin oktober zeker moesten we al ready staan. Nu, mijn school moet nog ook daar geregeld worden en het gaat wel leuk zijn.